Ik heb vandaag een Reilly knoop. Deze is van Linwood. Je kunt hem op YouTube terugvinden. Bekijk zijn kanaal als je wil. En anders blijf je mij gewoon lekker volgen. Deze Reilly knoop is heel eenvoudig te maken. Het is een vrij losse knoop. En je knoopt hem met de dunne kant van je das. Ook het uit elkaar halen is niet heel erg moeilijk. Maar net als met alle andere stropdasknoop die je met de dunne kant maakt. Dus het is niet eentje die vanzelf loskomt. Je moet ze altijd zelf losmaken. Brede zijde aan de linkerkant, dunne zijde de rechterkant. En je meet hem al direct af op ongeveer navelhoogte, iets daartussen. En dan begin je. Vouw in je brede kant. Je gaat rechts over links. Vervolgens kom je midden door. Kun je hem al een klein beetje aantrekken. Hier ga je onderdoor naar het midden toe. En vervolgens sla je door naar rechts. Hier ga je achterlangs. En door de lus die je nou net hebt gemaakt, hier deze lus, trek je hem aan. Hier, het hoeft niet super strak te zitten, maar wel netjes. Dus u gaat zo dadelijk nog een keer door deze lus heen. Deze hier. Dus daar kun je al op voorbereid zijn. Wat je nu krijgt is dat je de neerwaartse spiraal, zeg maar, zo maakt. Zo, rechts omlaag. En links weer omhoog, zodat je een X krijgt. En dan steek je deze door deze lus heen. Zo. Maar ik al zei, hij hoeft niet super strak te zitten. Zodat alles zo een beetje mooi naar voren komt. En dan kun je het dunne gedeelte vervolgens achter je kraag verstoppen. Kraag omlaag. Aantrekken. Je wil een klein beetje corrigeren. En dat is hem. De Reilly knoop. Laat me weten wat je ervan vindt. Ik vind het een hele snelle, aparte knoop. Echt op zich best een mooie, volle knoop ook. Nou, voor mij is het een blijver. Dus veel plezier, veel succes met knopen en tot de volgende keer.